Wilrik Wassink, de aanvoerder van KZC. Jullie waren heel dichtbij, maar aan de andere kant, jullie hebben nooit voorgestaan. Is het dan een terechte nederlaag? Uiteindelijk wel. We kwamen eigenlijk vrij snel achter. Maar we hebben het wel gekker gehad, dus ik heb er alle vertrouwen in dat we terug konden komen. Maar wel heel de wedstrijd achter de feiten aangelopen. En cruciaal zijn twee gemiste strafworpen. Drie. Ja, op belangrijke momenten. Nou ja, je kan nu lachen, maar op dat moment natuurlijk absoluut niet. Ja, is het dan toch te druk? Jullie spelen voor het eerst zo'n enorm belangrijke wedstrijd. Dat zal ermee te maken hebben, dat kan. Maar ik wil gewoon belangrijk maken dat ik trots ben op de ploeg. We hebben het voor het eerst gehaald en er komt nog een kans. En daar gaan we gewoon weer vol voor. Ja, er is nog geen man overboord, maar jullie vandaag hebben hem niet echt kunnen overtuigen. Nee. Te veel, ja, KVS ook niet. Heel veel doelpunten, dode momenten. Ja. Maar jullie konden er niet van profiteren. Nee, heel veel vrije ballen, veel stippen. Eigenlijk niet in ons spel gekomen. Wij moeten een hoger niveau kunnen spelen en zeker aanvallend kwam het er niet helemaal uit. Hoe komt dat? Wat verwijt je jezelf de ploeg? Misschien toch de rust in de koppies. Er was een fase dat we erbij kwamen, dat we gelijk maakten. En op die momenten toch misschien een beetje de ervaring die je dan mist om met de rust door te gaan. Nu gaan jullie spelen tegen Ovo, de nummer 9 uit de Korfbal League. Ja. Die hebben wel ook meer ervaring. Die zijn op voorhand weer de grote favoriet over twee wedstrijden notabene. Gaat heel lastig worden. Ik wil je niet de put in praten, maar het gaat heel lastig worden. Nou, dat mag jij zeggen. Ja. Ik heb daar alle vertrouwen in. Waarom dan? Waarop is dat gebaseerd? Omdat ik geloof in deze ploeg. Een mix met jong en oud. Met een ontzettend goede teammentaliteit. En wij gaan er gewoon weer voor trainen en woensdag een hele mooie pot van maken.